Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En vandaag heb ik weer zo'n toffe gast, Elise. Welkom! Dankjewel, Kat. Ja, ik voel me ook welkom. Nou, dat is goed nieuws. Ja. Hey Elise, ik weet niet eens je achternaam. We kennen elkaar van de Video Business School. Ik was heel erg geïnspireerd door je, want jij doet iets met tekeningen. Kun jij vertellen wat jij doet en waar jij blij van wordt? Ik maak illustraties. Ik ben illustrator. Self-made, dus geen kunstacademie of wat dan ook. Maar al zolang als ik me kan herinneren, vind ik het leuk om te tekenen. En de laatste jaren heb ik dat gewoon eigenlijk actief aangewakkerd. En onder andere door Video Business School weet ik dat ik het ook eigenlijk het leukst vind om de kern te tekenen. De kern van een verhaal of de kern van een emotie. En echt zo simpel mogelijk. Ik heb best wel wat uitgebreide tekeningen gewoon in schetsboeken liggen hier thuis. Maar als het gaat om wat ik op Instagram post, dan zijn het vaak... hoe simpeler, hoe beter bijna. Echt, keep it simple, keep it fun. Dat is een beetje de leidraad waaraan ik mijn tekeningen meet of maak. Hoe zeg je dat? Ja. Ja. Dat is wat ik doe. En de laatste paar weken heb ik onder andere door VBS, maar ook via andere ingangen, aardig wat ondernemers weten te spreken. En dan merk ik... Daarom vind ik het ook zo leuk om hier te zijn. Omdat ik... net als jij denk je, er zit zoveel goud in, zeg maar. Gewoon letterlijk die gedachte, er zit zoveel goud in mensenharten, in mensen, in hun werk, in de manier waarop ze dingen doen. En een soort verwondering die ik daarbij heb. Dat is wel, ik denk dat het ook wel een centraal woord is hoor, bij mijn tekeningen. Dat ik me altijd verwonder over iets. En dat het dan iets aangaat van binnen, waardoor ik ga tekenen. Gaat eigenlijk vanzelf dan, ja. Cool. Ja. En doe je dat dan in opdracht ook voor mensen? Of, al is dat nu gewoon mondjesmaat aan het groeien, zeg maar. Afgelopen zomer is er een oude bekende van mij. Die kwam weer, ineens stond ze voor mijn neus. Het was een super, super leuk gesprek. En zij wilde een boekje maken met gedichten voor kinderen. Zij stond voor de klas, is nu coach van ondernemers, maar van onderwijzers. Dus ze is nu eigen ondernemer. Maar voor die leerlingen dacht ze, ik wil de dichtkunst onder de aandacht brengen, dus poëzie leuk maken. En ik wil moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Mm. En dus of ik plaatjes wilde maken bij die gedichten. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dan heb je ook gewoon, dan pak je gewoon één ding uit zo'n gedichtje. En dat moet dan even het hele gedicht belichamen, zeg maar. Ja. Ja, dat vind ik superleuk. Dus dat was echt een keer, daar heb ik zoveel lol aan gehad. En uiteindelijk heb je dan zo'n boekje in je handen. En dan komt het van de drukkerij en dan denk je... dat zou jij beter weten dan ik. Gewoon de kick dat je... Ja, dat het gelukt is of zo, ik weet het niet. Het is echt heel tof. En dat was zeker in opdracht. Ze had gewoon mijn tekeningen gezien en gedacht, dit is leuk. En tot nu toe ook vooral coaches die dus met emoties werken. En emoties, is nogal lastig om dat even op papier te zetten. Heel veel mensen hebben er ook geen plaatje bij, maar ja, ik dus wel. Dus dan vragen ze mij, ja. Wat tof, want dat is best wel... Kijk, ik heb in het verleden ook veel getekend.
Ja. Ergens heb ik wel een soort van, zeggen mensen wel van, oh, je hebt wel best wel talent daarvoor. Maar ik heb dus absoluut geen talent om iets ingewikkelds simpel te tekenen. Sterker nog, ik heb juist precies het tegenovergestelde. Ik maak juist dat hele ingewikkelde tekening met heel veel toeters en bellen erbij. En dat is wel Ja. grappig, want dat heb ik met storytelling bijvoorbeeld ook. Ik kan dus een kort verhaal lang maken. En bij andere mensen kan ik dus inderdaad wel dan de essentie eruit halen, maar bij mezelf absoluut niet. Nee, maar dat is ook wel de kunst hoor. Ik weet ook wel bij Man Bijt Hond dat groot nieuws klein maken, klein nieuws groot. Ja. Ik heb dat ook wel. Als ik gewoon wil tekenen, ik kan echt gewoon een potlood natekenen. En dan gewoon met volle aandacht, met alle schaduwvlakken en gewoon helemaal in detail. En dan duik je gewoon in dat ene grassprietje of dat ene kleine dingetje. En dan vergroot je dat helemaal uit. Ja. Maar ja, andersom vind ik het juist ook. Ik denk dat ik dat leuker vind om grote dingen juist wat kleiner te maken. En dan, ja. Of moeilijke dingen bespreekbaar. Of nou ja, dat soort. Ja. Emoties uitbeelden. Ja, nou ja, weet je, dat is natuurlijk als het gaat over heldere communicaties, dat echt heel knap en mooi als je dat kan doen. En dat is in die zin is het natuurlijk, er zijn best veel mensen die kunnen tekenen, maar er zijn niet heel veel mensen die de essentie uit dingen kunnen halen en die het zo kunnen tekenen dat iedereen meteen snapt, oh, je bedoelt dat. Ja. Dat is wel een heel tof stukje goud wat je daar hebt. Ja. Ik Ja. weet ook niet of het me altijd lukt om met een plaatje meteen te zeggen, oh, je bedoelt dat. Ja. Maar meer dat ik. Ja, ik weet. Oh, nou, concreet voorbeeld. Ik had vrijdag sprak ik Rianne en ze van Kick-Ass Kills. Ik weet niet of je haar ook volgt. Oké, okay, nou goed, maar. Zij heeft een fantastische visie achter kilts. Zij maakt gewoon objecten met kilten. En er is een heel tof verhaal bij. En ik sprak haar en ik dacht, ik ga een van haar werken gewoon tekenen. Er kwam een plaatje me op. En het is niet zozeer dat dat plaatje nou in één keer weergaf wat zij deed en wat haar visie was of wat dan ook, maar wel dat de emotie daarvan overkwam. Dus ja. Ik weet niet of ik zozeer een verhaal meteen samenvat in. Want dan krijg je een beetje een werktekening van, nou, dit is Ja. wat ik doe of zo. Ja. Nee, maar Ja. ja, ik vind dat een heel heldere uitleg. Want dat is inderdaad Oké. wel, dat kan soms nog wel het verschil zijn, inderdaad. Dat je, Okay. dan krijg je meer een soort van inderdaad werktekeningen of een soort van nou ja, instructieboekjes van de IKEA. Zo Ja. dat soort Ja. level. Dat is ook knap als je dat kan. Ook Maar knap, ja, zeker. ja, maar dat is weer een ander verhaal. Nee, maar dus. Voor mij is nu wel, ik hoop voor de luisteraars ook helder wat jij dan precies doet. En nou, je geeft ook al aan van, nou, dat vind ik wel heel leuk als ik zo, nou ja, zoiets mag illustreren of inderdaad met ondernemers mag meedenken over hoe je dit visueel kan maken. Ja. Dus dat is super tof. Hey, Ja. en in deze podcast hebben we het, nou ja, over rijkdom in de brede zin van het woord. Dus dat gaat ook over geld. En ja. Vind ik altijd een heel leuk onderwerp, want daar is nogal wat over te doen. Iedereen heeft daar een mening over en er zijn emoties op en weet ik het allemaal niet. Ja. En dat komt vaak uit je verleden. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, ik wist dat die zou komen. ja, nee, ik ben opgegroeid. Mijn ouders waren uit elkaar al vanaf geboorte. Dus ik woonde bij mijn moeder en die zat in een bijstand. Dus in de basis heb ik eigenlijk meegekregen: er is geen geld voor wat je wil. Dat is een beetje. Dus of je hebt niks te willen, of. Nou ja, goed. Maar daarbij ook wel, je kunt ook met weinig geld kun je er echt wel wat van maken, zeg maar. Dus het is niet zo dat geld de bron is van je geluk. Dus dat is wel. En van mijn vaders kant heb ik wel meegekregen dat je. Nou, mijn vader dat heeft hij aan mij verteld hoor, van zijn ouders meegekregen dat. Je eigenlijk niet te veel mag verdienen. Het is een beetje socialistisch. Ik kom uit Sliedrecht, dat is of socialistisch of gereformeerd. Oh. En dat is, nou ja, aan beide kanten, nou ja, doet het niet heel veel goed aan je financiële beeld. En mijn vader zat meer aan de socialistische kant. Dus, nou ja, je mag niet veel geld verdienen, want, nou ja, daar kwam nooit eigenlijk een zinvol antwoord op natuurlijk. Maar dat is wel, terwijl dat.
zowel mijn vader als mijn moeder zijn allebei wel, ze houden van kwaliteit. En dat kost meestal geld. Dus dat is ja, wel iets willen, maar niet mogen willen. Nou ja, goed. Ja, dat heb ik meegekregen. En dat zit echt best wel diep. Dat merk ik nu ook. Ik ben nu ja, sinds afgelopen zomer eigenlijk pas op een nieuw spoor waarop ik denk, oh, geld is heel anders dan wat mij altijd geleerd is, verteld is, of juist niet verteld is. Misschien dat laatste vooral. Ben ik ook een beetje boos op, merk ik. Ik denk, potjandrie, ga die tieners gewoon even leren hoe geld werkt, weet je wel? Oh man, hele maatschappij in de schulden gehesen. Gewoon alleen door onkunde. Daar kan ik echt pist op worden. Maar goed, ja, ook voor mezelf hoor. Ik denk, oh, waarom heeft niemand me dat verteld? Weet je? Moet je dan op je 40ste achterkomen omdat je zelf toevallig het lef hebt om dat te gaan onderzoeken of zo? Ja, Dat, ja. Dat ik hoor dat irriteert me, heel denk veel. ik. Ja, Ja. ik hoor dat heel veel. Eigenlijk vind ik het echt bizar voor woorden. Ja. In een wereld waar geld zo belangrijk is, wordt er zo raar over gedaan. En zo, dat je krijgt echt gewoon totaal de tegenovergestelde lessen van die je zou moeten krijgen daarover. Dat je waarde afhankelijk is van geld. Dat geld. Kijk, ik geloof dat geld superbelangrijk is, maar niet op de manier waarop je het hebt meegekregen. Nee. Geld is voor mij een soort daar kan je mogelijkheden mee creëren. En inderdaad, dan kan je ook kiezen voor kwaliteit als je geld hebt. En dan Ja. je kan natuurlijk ook voor kwaliteit kiezen door gewoon alle andere dingen niet te doen en dan alleen de kwaliteit te doen. Dan heb je ook nog wel kans dat je dat dan je kan permitteren. Maar het gaat over keuzes natuurlijk. Maar ik vind dat best wel fascinerend inderdaad. Dus ik snap wel dat je dat zo voelt. Dat je denkt van ja, hallo. Ja, wat lekker als je dat eerder hebt. En, dat je het Ja. allemaal zelf moet gaan organiseren. Ja. Dat is best wel interessant. Hey, maar nou ja, nu, als je dan geld hebt, Ja. waar geef je het dan graag aan uit? Ja, ik hou echt van cadeautjes kopen. En ja, dus ook voor mezelf hoor, maar ook zeker, ik vind het gewoon leuker. Ik heb eigenlijk altijd duurdere cadeautjes in mijn hoofd dan wat ik vind dat een soort gangbaar is om te geven, zeg maar. Dus als ik geld heb, dan gaat dat heel vaak daaraan uit. En ook cadeautjes voor mezelf hoor. Dus gewoon denk ik, nou, dan gaan we een keer shoppen. Ik ben helemaal niet van het shoppen, maar als ik echt geld heb, dan denk ik, oké, dan ga ik er meestal wel echt iets moois van kopen. Ja. En dan kies je dus ook voor kwaliteit dus. Ja, hoeft. Ja, eigenlijk toch wel. Ja, ja wel. Ja. Nee, ik kan ook wel niet kwaliteit dingen kopen, omdat ik het gewoon niet belangrijk genoeg vind om daar. Nou, omdat ik het soms ook gewoon wel een kick vind om met heel weinig toch iets moois te maken of zo. Ik zit nu naar een heel eenvoudig lijstje te kijken. Dan kijk even over de camera heen. Maar denk ik, oh ja, dat heb ik gewoon in een goedkoop lijstje gestopt. Ik hoop niet dat de mensen van de lijstenfabriek dit nu horen. Dat mag natuurlijk niet. Maar ja, dan denk ik, nou, dat is ook gewoon een simpel kaartje en dat mag over een half jaar weer weg. En dan, dus het mag wel in verhouding staan, zeg maar. Ik hoef niet alles op z'n allerluxst. Nee. Maar ja, ik weet wel, als ik het geld heb, dan, nou bijvoorbeeld, ik vind het heel leuk om hoeden en petten te dragen, zeg maar. Dan ga ik het liefst naar Utrecht, naar Jos van Dijk. En dan, ja, dan gewoon maar €100 voor een petje. Maar die vind ik dan gewoon echt leuk. Ja. En dan, ja, dus dat. Voor bepaalde dingen wel. Ja, nee, maar het is ook leuk, want kijk, wat is natuurlijk, als je een creatief iemand bent, dan dat kan natuurlijk zich uiten in dat je mooie dingen kan maken. Maar dat uit zich vaak ook in dat je creatief bent in oplossingen verzinnen voor dingen. En dat je inderdaad met weinig ook iets tofs kan maken. Ja. Dat is natuurlijk ook een vorm van creativiteit. En die heb je dan waarschijnlijk ook in je, dat je dus kan zeggen van hey, oh, ik maak gewoon met iets heel simpels toch iets leuks wat ik aan de muur kan hangen. Ja.
Het is wel grappig dat je zegt dat je... Want je werkt bij de lijstenfabriek, toch? Dat heb ik gedaan, ja. Ik ben nu uit loondienst, maar ja, ja. Ja, grappig. Mijn vader was vroeger ook lijstmaker namelijk. Dus ja. Die lijst ook schilderijen in. En die deed ook aan restaureren van kunstwerken. En dat is ook een vak apart. Maar ik heb dat dus ook altijd geleerd van... als je niet iets in een HEMA-lijstje mag doen... Zonder lijst mee moet. Ja. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik een HEMA-lijstje kocht, daar een schuldgevoel. Ja, zijn bladgoud om zat. Nee, ja, precies. Ja. Nou, ik had ook wel bedacht, ik denk, als ik ooit werken ga verkopen, dan moeten ze gewoon in een goede lijst. Want ik weet ook nu hoe waardevol een goede lijst is en hoeveel. Nou ja, hoeveel minder snel je werk vergeelt en hoeveel groter je kijkplezier is. En ja, denk je, zoiets simpels als een lijst, hoe moeilijk kan het zijn? Maar ja, als je eenmaal weet wat een goede lijst doet, ja, dan kun je niet meer terug. Ja. Dus ja, in positieve zin betaald voor het leven, zeg maar. Ja, ja, nou ja, maar goed, ja, het gaat ook weer een beetje over kwaliteit, hè? Inderdaad, en over ja, duurzaamheid misschien ook wel. Hey, en nou, nog eventjes over dat geld door. Ja. Stel nou dat jij nog één tientje hebt. Hè? Ik weet niet of jou dat overkomen is, mij wel eens. Je hebt nog één tientje. Je weet niet precies wanneer er weer nieuw geld komt. Wat, ja. Wat doe jij dan? Wat doe je met dat laatste tientje? Tanken. Oké. Okay. Ja. Helder. Ja. En stel dat je een tientje op straat vindt. Cadeautje. Ja, dat is grappig, want dat voelt anders inderdaad. Dan haal ik mijn kinderen van school en dan gaan we iets lekkers halen. Of zo, gewoon, nou jongens, kies maar uit. Weet ik veel, zoiets. Feest. Ja. Ja, ja, ja wel. Ja. Hey, en als als geld geen enkele rol zou spelen. Je hebt zo'n kraan en die zo open zo. En er komt gewoon oneindig geld uit. Het is niet van je hebt een miljoen of zo, hè? Maar gewoon echt, het kan gewoon niet op. Ja. Hoe zou je leven er dan uitzien? Nou, dan zou ik niet in Nieuwegein wonen sowieso, denk ik. Dat is, ja. Zo, is dat niet leuk? Ja, is prima, maar of ik zou daar misschien wel wonen, maar dan zou ik er een huis bij hebben. Want ik zou het echt heerlijk vinden om in Zeeland of een vergelijkbare omgeving, om daar iets te hebben. Gewoon de wijsheid en dicht bij zee en... ver kunnen kijken. Oh, heerlijk. Dat vind ik zo. Ik kom echt bij als ik daar ben. Dus mag ook een waddeneiland zijn. Een beetje hetzelfde effect. Maar ik, ja, dat. Zoiets zou het wel zijn. En ik denk dat ik heel snel mensen in zou gaan huren om schoon te maken en te koken. Want dat vind ik echt helemaal niks. Ja, dat is denk ik, voor mij is dit een praktisch verhaal. En ik heb gisteren gekeken naar, het wordt ineens heel licht in mijn kamer. Gisteren heb ik gekeken naar hoe duur het is om Jim Carrey in te huren als spreker. Gewoon omdat ik dacht, lijkt me leuk om een keer te spreken. Verder... helemaal nee. Ik denk, nou ja, dat kost dan dus een ton minimaal of zo, ik noem maar wat. Denk ik, oké, okay, nou dan weet ik dat ik dat nodig heb. En denk ik, nou, als dat uit de kraan zou komen, dan had ik dat formulier ingevuld en had ik gezegd, nou ja. Ja. Moet je gewoon een week bij je logeren hoor, geen punt. Nee, precies. Die elke dag. Ja. Maar waarom? Omdat hij grappig is of omdat hij wijs is? Want hij is ook heel wijs, hè? Ja, ik denk vooral omdat hij grappig is. En ik heb hem ooit een keer horen zeggen, dit quote ik vast verkeerd, maar iets in de strekking van dat doordat hij zo gestoord doet, dat hij daarmee andere mensen de vrijheid gunt om ook out of their way te gaan. En dat proef ik aan alles wat hij doet. En dat vind ik echt, dat herken ik bij mezelf ook, dat als ik dan... letterlijk, ik ben een keer gevallen. Ik weet niet eens meer hoe en wat, maar ik weet nog wel dat mijn gedachte was, er is gewoon niemand om me uit te lachen. En niet omdat ik uitgelachen wil worden, maar omdat ik denk, nou laat het dan ergens nuttig voor zijn dat ik hier gewoon voor joker lig, zeg maar. En ja, dus
Ja, ik denk dat die vrijheid, die speelsheid, die humor, die is zo belangrijk om dingen vrij te maken. En dat vind ik, ja, heel. Ik heb niet eens al zijn films gezien. Het is niet dat ik een of andere mega fan ben of zo. Maar dat is dat stuk van hem. Daar zou ik zo een uur met hem over willen kletsen. Van oké, hoe. En wat kunnen we samen doen om dat nog te versterken? Of weet ik veel wat. Ja, ja, dat zou ik willen Wat? doen. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja. Ja. Nou ja, maar hij is ook heel wijs, inderdaad. Hij zegt echt, zijn YouTube-films van hem, dat hij dingen zegt dat ik, wow, oké. Okay. Ja. Ja, dus dat is wel, ik denk dat het wel een heel boeiend iemand is, inderdaad. Dus Ja. nou ja, laten we hopen dat het snel gaat gebeuren met die kraan. En dat je dat strandhuis, dan, ja, ik heb die ook trouwens hoor, die wens om een strandhuis te hebben of iets bij het strand. Lekker zo. Ja. Lekker gewoon zo de deur uit en dan meteen met je voeten in het zand. Ja. Ja, nou dat. Ja. Over rijkdom. Wat maakt jou nou rijk? Waar word jij nou, want je denkt van nou, daar word ik nou echt blij en gelukkig van. Ja. Oh, dat zijn voor mij toch wel een beetje twee verschillende vragen, denk ik. Of een overlap. Maar ik denk dat mijn belangrijkste rijkdom is dat ik echt heel makkelijk schoonheid zie. Dus dat als ik rondloop en de wolken zijn mooi, dat ik echt oprecht mijn hart kan vullen met wauw, wat zijn de wolken mooi, zeg maar. En als je dat een beetje traint, dan worden al heel snel heel veel dingen mooi aan je dag, zeg maar. Of aan de mensen met wie je praat, die recht in je allergie zitten en dan denken, nou weet je wat, ik ga nog even kijken. Nou, hij heeft in ieder geval mooie ogen, weet je, dat is gewoon. Ja. En dat, ja, ik denk dat dat een heel groot deel van mijn rijkdom is. Dat je gewoon schoonheid ziet. En daarbij, ja, ook gewoon, ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb een bed om in te slapen. Mijn kinderen komen 's ochtends naar me toe lopen. Ik hoef ze niet ergens in een ziekenhuis te bezoeken. Ja, ze zijn heel energiek en irritant energiek soms, maar ja, gewoon grappig en lief. En dan denk ik, ja, hoeveel rijker wil je het hebben of zo? Dat is echt, dat vind ik echt rijkdom. Dat is niet vanzelfsprekend in deze wereld, dat je gewoon dat zo is. En dat, ja. Dat is, toen ik afgelopen jaar meer bezig ben gegaan met geld, is dat ook gaan groeien. Dus mijn besef van, oké, wat heb je al? Wat is er al? En dat is wel, dat lijkt tegengestrijd. Omdat je denkt, nou, als je op geld gaat richten, dan raak je blik op dat soort dingen kwijt. Maar het is juist het tegendeel. Ik ben juist veel meer de waarde van alles gaan zien. Dus ja. Wat maakt je rijk? Ja, nou, mijn geloof in God maakt me ook rijk. Dat is wel echt ik denk dat dat ook wel een belangrijk keerpunt is geweest van mezelf waardeloos vinden en ineens weten, oh, ik ben gewoon geliefd, ongeacht wat ik doe of wat er gebeurt om me heen, dat de basis is. En dat heb ik heel lang alleen maar hier geweten voordat dat, nou ja. En ook nu is het nog, het zit ongeveer hier, het zit er tot hier. Nou Gewoon ja, je tussen hoofd en hart wijsvinger zit het nu. En onder je het, kin ja. aan. Ja. Ja, precies. Ja, Ja. precies tussen hoofd en hart zit het nu. En het Ja. is langzaam echt helemaal eigen aan het worden. Maar dat is, ja, dat is zeker de grote bron van vreugde en rijkdom. Ja. Dat is ook een proces, hè, dat je daarin groeit in hoe je daar, als je gelovig bent of waar dat dan ook in is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar dat je daar ook in groeit van hoe je dat kan gebruiken in je leven en hoe dat voor jou kan werken. En zeg maar los van opgelegde regels van hoe je religie moet beleven en al die dingen, dat je zelf gaat voelen van zo wil ik het beleven en zo wil ik er naar kijken en zo werkt het voor mij en zo heb ik er wat aan. Ja. Dat ik denk Ja. dat wel ook, dat is ook rijkdom. En wat je zegt van het geluk in de kleine dingen zien, ja, dat is ook inderdaad, als je dat kan, dat is echt, dat is zo'n gift als je dat hebt.
Ik heb dat dus van nature ook. En ik ben altijd heel verbaasd dat andere mensen dat dan niet hebben. En ik denk van, oh my god, maar dat is fantastisch als je dat hebt, hoor. Weet je wel? Maar ja, Ja. ik weet niet of je het kan. Ja, je kan het wel trainen. Maar ik denk wel dat je het kan trainen. Denk het ook. Dat je gewoon wat meer naar gaat kijken om je heen. En dat dan je de details wat meer gaan opvallen. En dat je dan ook, ik zeg altijd ook de beauty in the struggle kan zien. Ook de schoonheid in de lelijkheid. Juist de afvalrandjes van dingen en de schaduwkanten, die kunnen ook heel mooi zijn. Ja. Maar we hebben geleerd dat we alles ja, soort al op het eerste oog moeten beoordelen. Of dat doen we misschien wel gewoon automatisch. En dat als je even verder kijkt, dat je denkt, oh ja, je bent wel, je irriteert mij wel, maar je hebt ook wel leuke kanten. Ja, lukt me niet altijd natuurlijk, maar weet je, als je daar continu, als je toch weer elke keer weer bewust van wordt, hè? Op het moment dat je nou realiseert van, ik vind die persoon eigenlijk wel stom of zo, dat je dan gaat kijken van, maar wat is er allemaal leuk aan en wat is er allemaal wel en wat is er allemaal, ja, dan zie je, ontdek je inderdaad heel veel meer rijkdom. En volgens mij komt het geld dan ook. Dan komt het geld er namelijk achteraan. Volgens mij als je vanuit een soort van schaarste mindset, dan zie je gewoon eigenlijk helemaal niks. Dan heb je een soort van oogkleppen op. En zodra je dat open gaat zetten, dan, en dan denkt dat geld ook meteen van, zo zie ik dat dan, van, hey, lekkere vibe. Ja, precies. Ja, daar wil ik achteraan haken, zeg ja, maar. Ja. Ja. Ja, terwijl als je nog ideeën hebt over geld van, oh, het is vies, of het, nou ja, wat je zegt van, wat je vanuit het socialisme meegekregen kan hebben van, ook mag niet rijk zijn en rijke mensen zijn stom en weet ik dat allemaal niet. Ja, dan is het wel lastig Ja. Om het ook te verwelkomen, zeg maar. Ja. Ja. Dus als je het ziet als een goede vriend en als iemand die eigenlijk altijd welkom is en ook waar je ook een soort waardering voor hebt, maar nou ja, dan wordt het al anders. Ja, ik vind ook wel mooi wat je zegt, dat je het ziet als een vriend. En dat is ook precies wat ik lastig vind aan geld. Is dat ik, inmiddels weet ik dat geld best tof is. Eigenlijk best wel mild is. En meer een soort spiegel van waar ik sta. Maar het is ook juist precies. Nou ja, dat is een soort gelijkenis met relaties, merk ik ook. Ik heb daar dus ook moeite mee. Dus inmiddels weet ik ongeveer wel, in ieder geval in theorie, hoe tof geld is, zeg maar. Alleen ik heb nog niet de kunde om dat nou gewoon even lekker te verwelkomen en te omarmen. En te denken, nou kom maar of zo. Ja, dus. En dat is. En ik merk dat omdat ik niet zit in, ik moet een goede boekhouder, ik heb een goede boekhouder, halleluja. Maar het zit hem niet per se in dat technische stuk, maar meer in mijn identiteit. Inderdaad, ja. Je zei, ik weet niet meer of dat nou vlak voor deze opname was of niet, maar je zei van, nou, als je identiteit hangt aan geld, dan gaat er iets mis. Terwijl dat als je dat loskoppelt, dat je zelfwaarde niet afhangt van hoeveel geld je op je rekening hebt staan. En denk ik, nou, dat ja, daar ben ik nog niet of zo. Niet in die mate. Ik heb het gevoel net niet, zeg maar. Dat is niet, nee. Het komt steeds makkelijker. Maar het is, er zit zeker nog wel een link tussen mijn identiteit en geld. Ja, maar we hebben dat niet geleerd. We hebben dat niet geleerd. We hebben dat niet geleerd hoe dat werkt. En het is ook een proces waar je volgens mij gewoon doorheen gaat. En sommige mensen gaan daar super snel doorheen en andere mensen hebben iets meer tijd nodig, afhankelijk van de verhalen die je erover geleerd hebt, wat gewoon super diep in je systeem zit. Weet je, als je geleerd hebt van, ja, je waardering hangt af van geld, een beoordelingsgesprek. Krijg je een beoordelingsgesprek en dan gaat iemand bepalen of jij loonsverhoging krijgt, afhankelijk van wat jouw waarde is. En als je dat aan elkaar koppelt, ja, weet je, dat is dramatisch. Ja. Voor iemands eigen waarde eigenlijk. Want als hij dan dus heel weinig geld krijgt, dan heeft hij dan, ja, dan is dus het bewijs van, ja, jij bent helemaal niet zoveel waard. Terwijl dat is helemaal niet waar. Nee. Want die persoon kan misschien voor die werkgever dan niet zoveel waard zijn, maar die kan op andere 100 andere vlakken wel heel veel waard zijn. Maar daar komt dan geen geld vandaan. Ja, ja, hallo zeg. Ja, en ook op maatschappelijk vlak nog groter. Dat je dan iemand die gewoon
weinig verdient of weinig heeft geleerd of weet ik veel wat, dat je daar ook een soort waarde, hè, je schoonmaken met de nek aankijken, dat soort dingen. Oh, daar kan ik zo boos om worden. Denk echt, hoe durf je? Weet je? Ze moeten eens een dagje stoppen met schoonmaken. Als Doet iets iets heel waardevol anders. Is, als iets, als het daaraan vast zou hangen, maar daar hangt het dus niet aan vast in mijn ogen. En het idee dus dat je geld dus moet verdienen. Dat je dus iets moet doen om het te verdienen. Dat iemand anders dus bepaalt of jij het wel of niet mag hebben. Terwijl dat je het gewoon kan creëren. En als je dus zeg maar gaat ontdekken dat je er dus invloed op hebt, dan wordt het in één keer een hele ander verhaal. En dan voelt het ook veel lekkerder. Want dan weet je dus, oh, dan kan ik dat en dat doen. En dan. Maar je hebt gewoon je handen nog vol met verhalen van nou ja, hoe je denkt dat het is. En hoe iedereen ook zegt dat het is. En dus dat is, ja, dat is niet zo heel makkelijk. Als het makkelijk was, dan zou iedereen het doen. Op die manier ernaar kijken, denk ik. Sowieso een vervelende vraag eigenlijk. Wat verdien je? Ja. Denk ik, ja. Wat is dat voor een vraag? Heeft dat met geld te maken? Een of wat? Triljard, minstens. Ja, toch? De wereld verdien je. Ja, dus dat is wel best een grappige. Nou ja, en dat is ook wel een leuk bruggetje naar goud. Want het gaat eigenlijk over van, voor mij, in mijn ogen gaat het goud ook over van, wat is er allemaal al wel? Dus wat heb je in jezelf zitten, wat gewoon super waardevol voor jezelf is, maar ook voor een ander waardevol kan zijn. En dat kan dus je talent zijn, je opleiding, maar ook al je levenservaring. Die wordt ook heel vaak niet meegeteld. En denken van, ja, maar hallo, kijk eens wat je hier allemaal hebt, waar je andere mensen mee kan helpen, of waar je, nou, je hoeft niet eens je business van te maken, maar je kan ook gewoon, weet ik veel, ergens een keer iets doen. Een keer helpen om een muurtje te schilderen, bij wijze van spreken. En ik ben wel nieuwsgierig, wat zie jij als jouw grootste goud? Ja, ik denk dat mijn grootste goud wel, of dat nou met illustraties is of niet, maar om op een luchtige manier over heel vervelende dingen te hebben. Ja. Ja. Ook, je hebt het over je levenservaring. Ik heb niet per se de opleiding die ik heb gedaan. Ik zou niet weten wat ik daarmee moet doen. Stel er niks voor. Was heel leuk hoor trouwens. Dus, maar het is niet dat ik denk, oh, daar wil ik mijn vak van maken. Dat bedoel ik met stel er niks voor. Die levenservaring, denk ik, ja, die neem je wel mee. En dat maakt dat je heel makkelijk snapt hoe rot iets voelt of zo. Of hoe moeilijk het echt is om ergens doorheen te breken. En dat je echt begrip hebt dat mensen gewoon ergens niet uit kunnen komen. Of... En tegelijkertijd denk ik wel altijd in mijn achterhoofd, ja, maar er zijn heel veel dingen waar je wel invloed op hebt. En begin gewoon ergens, zeg maar. Ja, dat moet ik net zo goed tegen mezelf zeggen. Maar die empathie, dat je gewoon echt, echt snapt, in ieder geval de emoties snapt, zeg maar, die er dan achter een moeilijk verhaal zit. Ik denk dat dat echt wel mijn goud is of zo. Ja, ja, ik ben er hard op aan het denken hoor. Dat is, ja, ik denk ook wat ik net zei, gewoon de schoonheid zien. Ook als iemand midden in de shit zit, dan is het ook moeilijk om zelf nog te zien hoe mooi je bent. Mm-hmm. En ik denk dat ik dat wel blijf zien, hoe diep iemand ook zit, zeg maar. Ja. Ja. Sowieso bezit je blijkbaar de gave om in iemands schoenen te stappen en het ook vanuit dat perspectief mee te kunnen kijken. En dat is natuurlijk ook, is ook goud. Ja. Kan niet iedereen, hè? En inderdaad schoonheid in de kleine dingen zien, moeilijke dingen makkelijker maken en iets visueel maken voor iemand is natuurlijk echt wel... Er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Nee. Niet de woorden kunnen brengen wat ze eigenlijk voelen. Ja. Dus jij kan het voor ze uittekenen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, mooi. Nou, en ook zelf, hè, wat het over die bijstand. En dat je op een gegeven moment als kind ook leert van, nou, ik kan wel dingen willen, maar ja, het wordt toch een nee. Dus op een gegeven moment dan stop je ook met dingen te willen. En dan stop je ook met dingen te articuleren, onder woorden brengen. Dus op een gegeven moment weet je zelf niet meer wat je nou echt wil. Of wat je nou echt voelt. Of wat je nou echt belangrijk vindt. Dus die vraag van
Ik weet nu niet meer welke lijn ik e-mail had, maar gewoon de vraag: wat wil je? Dat was voor mij heel lang echt een hele spannende vraag. En omdat ik dacht: ja, weet ik veel wat ik wil? Ik weet wat andere mensen willen. Dat is Ja. gewoon. Ja. Maar er zat eigenlijk dus een soort van ding Ja. onder van, ja, ik kan het wel willen, maar het is toch niet haalbaar. Ja, Weet je wel, precies. een beetje dat, ik ben voor een dubbeltje geboren, dus ik zal nooit een kwartje worden gevoel. Die, weet je, die, oh, die hebben ook heel veel mensen, hebben die, en dat is helemaal niet bewust allemaal, maar ja, dat zit, dat, ja, zeker als je vanuit een uitkeringssituatie bent opgegroeid, ja, dan heb je gewoon heel vaak te horen gekregen, ja, dat kunnen wij niet betalen. Dat is niet voor ons soort mensen, dat soort dingen. Maar moet je je voorstellen hoe giftig dat is als je dat meekrijgt. En ouders doen dat natuurlijk ook allemaal helemaal niet expres. Maar ja, als je je realiseert hoeveel invloed dat heeft. En dat dat dus doorvoelt in dat je dus eigenlijk gewoon denkt: ja, maar ik heb helemaal niks te willen. Ja. Ja, dat is wel interessante. Nou ja, goed. Mooi om dat dan om dat te Ja, dat is een onderzoeken hele en te kijken heftige. van ja. Ja. Sowieso de vraag, wat wil je later worden? Dat vond ik ook al zo'n drama. Dus ja, wat wil ik later worden? Weet ik veel. Ik wil gewoon mezelf Oh, zijn. leuk. Maar, ja, weet je dat? Maar goed, ja. Voor sommige mensen geeft het heel veel stress. Dus het is wel... ja, en dan denk je van... Goh, was er maar iemand geweest die mij dat een ander perspectief had gegeven daarop. Ja, en misschien waren die er ook wel hoor, achteraf gezien. Maar dan zie je dat niet. Of dan denk je ook dat die persoon op zichzelf al niet iemand is waar je wat mee kan of wil, omdat je jezelf dat niet waard vindt. En dat is altijd onbewust. Zeg maar, inmiddels is het wel bewust, maar ja, kind, tiener, weet ik veel. Wat gaat er dan bewust? Je volgt gewoon een beetje je hormonen en dat is het, zeg maar. Ja, Ja. dat denk ik ook wel, ja. Maar Ja. goed, ja. Jeetje. We gaan het nu even hebben over inspiratie. En ik ben heel benieuwd waar jij inspiratie vandaan haalt, natuurlijk. En ja, je inspiratie kan je onder andere uit boeken halen. Dus ik ben heel nieuwsgierig, wat is jouw favoriete boek en waarom? Ik las hem vandaag nog. Ik denk, ik heb geen idee. Het is echt. Want ik kreeg de vraag gisteren ook van iemand. De Bijbel is voor mij een doorgaand boek. Wat dus, als je, maar dat zijn eigenlijk 64 boeken bij elkaar. Dus. Ja, het voelt flauw om te zeggen, die telt niet mee, want ja, zo'n basis, maar mag ik er ook 64 noemen? Nee, maar nu ik aan het ondernemen ben, is op dit moment, ik lees wel echt in Spreuken, want het staat echt chockvol wijsheid voor je onderneming. En dat is, nou, dat had ik nooit erin gezien. Ik heb dat boek ook altijd een beetje misgehouden op een of andere manier, maar nu ik aan het ondernemen ben ik het echt aan het omarmen. Ik vind het echt fantastisch. En als het gaat om wat me inspireert, dit is niet per se mijn favoriete boek, maar dat is wel het laatste boek wat ik niet kon neerleggen. En dat is van Sarah Kroos, Rood. Daarin doet ze, ja, ik weet niet of je het hebt gelezen of van hebt gehoord, maar Ik heb er wel van nou, gehoord, ze ja. is natuurlijk cabaretière. En zeg je dat zo? Vrouwelijke cabaretier, cabaretière? Nou ja, goed, Ja, volgens anyway. mij cabaretière, ja. Ja, Ja. toch? Ja. En sowieso vind ik het heel fijn om, merk ik, om voor cabaretiers of komieken boeken te lezen. Omdat ze een bepaalde kijk hebben op de maatschappij. Een beetje positief kritisch. Met veel zelfspot. Halleluja. En dus zij omschrijft ook die. Nou, ze heeft een hele geniepige vorm van misbruik meegemaakt. En dat omschrijft ze super eerlijk en goed. En dat ik bijna denk, wauw, dat je dit kan schrijven. Dus daarvan was ik al onder de indruk. Maar dan ook met een humor en zelfspot. Dat ik denk, hoe kun je iets wat zo zwaar is, zo behapbaar brengen, zeg maar. Dat ik het gewoon echt. Dat ik het niet hoef neer te leggen omdat ik het niet meer aan kan. Maar ondertussen komt het wel dieper binnen dan wanneer het gewoon één groot dramaverhaal is. Waar je denkt, nou, wat een jankstory, weet je wel. Er is Ja, daar geen zit hoop niemand meer op te in de wachten, wereld. nee. Dat je Ja. het dan leest en dat je dan depressief, 3 weken depressief loopt te wezen. Terwijl dat Ja.
Dat is dan typisch natuurlijk de kunst van share the message, not the mess, als ik het zo hoor. Ja. Echt Nou, kijken ze heeft van ook wat wel is de echt de mes diepe. gedeeld. Dus ik vond het echt een heel dapper boek. En ja, je kan er van alles van vinden. Maar ik vond het echt heel dapper. Ik denk, wauw. Hoe, ja, nou leg je verhaal maar even op straat. En wat van je vrouw in haar geval. Of vriendin, vrouw. Nou ja, goed, dat weet ik niet meer. Maar ja. Ja, en... Ja, nu ik het er ook zo over heb, denk ik, het ligt wel in lijn met mijn interview met Jim Carrey. Die ik, nou, misschien moet ik dat maar gewoon een soort stipje op de horizon zien. Dan ga ik gewoon een keer doen. Why not? Why not? Why not? Maar ik vind het wel grappig inderdaad dat je dus dan twee cabaretiers noemt. En Ja. allebei ook met, nou ja, best wel ook een behoorlijk diepere laag. Nou, ik denk dat de meeste cabaretiers dat wel hebben hoor. Maar, en inderdaad, die een beetje kritische blik op de dingen en dan ook nog de zelfspot. Dus dat is, ja, dat zegt ook iets over wie jij bent als persoon, vind ik. Dat vind ik wel fijn. Ja. Dus leer jou ook doorkennen. Ja, Ik ik. vond het zo altijd leuk om te zien wat mensen voor boeken in de kast hebben staan en wat voor films, omdat dat eigenlijk toch ook best wel veel over iemand zegt. Ja. Ja, dus waar je blij van wordt, wat je leuk vindt, waar je door geïnspireerd raakt. Heb je ook een voorbeeld of een persoon waarvan jij denkt van wauw, die vind ik heel inspirerend, los van Jim Carrey? Snap ik. Ja, nou, we doen natuurlijk Video Business School. Ik vind Saraida echt heel inspirerend. Hoe zij gewoon haar onderneming. Ja, ik ben echt blij dat ik bij haar een beetje een kijkje in de keuken kan krijgen met hoe zij dingen aanpakt en ook gewoon waar ze tegenaan loopt en hoe eerlijk ze daarvan deelt. Zonder dat je meteen inderdaad in de mes terechtkomt, maar dat je gewoon. Ja. En ook dat als ze het niet eerlijk deelt, dat ze dan daar ook weer eerlijk over is, zeg maar. Dan denk ik, oh, wat heerlijk, joh. Dat is echt, ja, dat vind ik heel, heel tof, vind ik dat. Dat heb ik echt, ja. En ja, zeker ook, nou, vanochtend zat ik weer, dat kwam ze even voorbij op Instagram. Toen dacht ik, ja, je bent echt een tof wijf, dacht ik. Zo, nou, ja. Ah, Ja. leuk. En ja, meer inspiratie. Dit is vandaag de eerste die hem opkomt, dus laat ik het hier even bij houden. Dus, ja. En in je eigen vakgebied? Quentin Blake. Oké. Ja, dat is echt. Nou ja, bekend als illustraties van de boeken van Roald Dahl, in ieder geval. Voor, ja, ik denk, het is een podcast. Er zijn mensen die geen idee hebben wie is dat. Nee, goed dat je erbij En. zegt. Nee, precies. Ik weet gewoon als kind dat toen ik een boek las van Roald Dahl. Sowieso, je hebt kinderboeken en ik vond die plaatjes altijd. Die hoefden voor mij niet zo. Want ik denk, laat me maar gewoon lekker mijn eigen filmpje maken in mijn hoofd als ik dat boek aan het lezen ben. Ben. En toen kreeg ik die boeken van Roald Dahl, die illustraties. Ik dacht, die gaan verder dan mijn imagination. Dus die namen me juist nog verder mee. En ik vond dat zo, zo tof. Ik denk, hoe kun je nou illustreren en juist meer plaatjes los laten komen door het plaatje te schetsen, zeg maar. Nou, dat vond ik echt heel cool. Ja, Ja, top. omdat, Mooi voorbeeld. Ja, ja, want dat heel is wel relevant. waar, ja. Dat als het een plaatje, dat is natuurlijk ook wel het ding. Ja, ik heb vrije school gedaan en op de vrije school mocht je dus bijvoorbeeld nooit zwarte lijntjes om iets doen, want dan kader je het af. Ja. Sjip en Janneke was verboden. Ja. Dat was niet goed voor je fantasie. Dus ja, ik heb daar, dat is ook met een paplepel ingegoten. Maar dat is, ja, dus wat vond ik leuk? Je hebt een Janneke, nee hoor. Maar Ja. wel gewoon dat je dus inderdaad de fantasie, nou, dat die ook ruimte blijft houden. Want dat is natuurlijk wel echt ook een heel belangrijk onderdeel Nou. van mens zijn, dat je je fantasie gebruikt. En dat die verwondering waar je het in het begin ook over had, dat je je nog kan verwonderen over dingen. Dat is natuurlijk eigenlijk een kindsding. Ja. Terwijl je denkt van jeetje, oh, als meer volwassenen dat ook zouden hebben. Gewoon dat dat niet helemaal weggestopt is om allerlei laagjes van je mag niet gewoon verbaasd zijn over dingen en verwonderd zijn. En ja, Ja. dat is ook een gift hoor, als je dat hebt. Ja. En gewoon dromen. Gewoon, Ja. hoeft niet lang. Het is niet dat je 2 uur lang moet gaan zitten dagdromen, maar gewoon, weet ik veel, bij het ontbijt ga even, ja, naar de muur staren of zo.
gewoon. Ja. Je hoort het zonde van je tijd. Ja, precies, ja. En het is zo grappig wat je zegt van vrij school. Nou, mijn ouders zijn uit elkaar. Mijn vader heeft jarenlang een relatie gehad met een heilurritmiste. Dus ik heb wel wat vrij school dingen meegekregen. En ik weet, maar zelf heb ik openbare school gedaan. Dus als ik ging tekenen, ja, nog steeds. Ik hou van lijntjes. Ik hou van zwarte lijntjes. Ja, jouw tekening is het juist heel erg. Juist, de lijn is juist belangrijk. Nou ja, je gaat op een podcast niet zien, maar ik heb nu ook zwart aan, weet je. Dus ik heb niks tegen zwart. En als kind al niet. En inderdaad, ik dacht van nou, pak even een velletje en gaan we lekker tekenen. Dat deed ik vroeger natuurlijk ook. Denk ik, nou, geef mij een potlood en een papier en ik ben prima oké. Maar ja, dat je dan eerst die flipping hoekjes eraf moet knippen, weet je wel. Nou, dat is echt... Ja, dat kon ik als kind al niet zoveel mee. Ik denk, nee, dit klopt niet. Ja, maar die fantasie prikkelen, die heb ik daar ook van meegekregen. Ja. Nou, dat heeft me nooit losgelaten. Ik denk, ja, er zit echt wel wat in, hoor. Ja. En ja, nou ja, goed. Ik bedoel, er zitten positieve dingen en een negatieve dingen aan, weet je. Dus dat is altijd zo. Ja, hey, ik heb ook nog een andere leuke vraag voor je, namelijk... Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Dan zou je weten dat ik... Nou, sowieso 's ochtends op mijn best ben. En... Ja, eigenlijk ben ik gewoon een beetje gestoord. Dat is... Gefeliciteerd. Ja, precies. Ja, en dat... ik weet dat de meeste mensen wel weten dat ik een bepaalde luchtigheid heb in mijn manier van praten of doen. Maar hier in huis worden ze wel eens gek van me. Ik heb echt overal gekke geluidjes, stemmetjes nadoen. Ik loop dansend door het huis soms. En de andere keer ben ik weer chagrijnig. Dus vooral 's avonds. Ik ben meer een ochtendmens. Dus dat, ja... Ik denk als je me echt zou kennen, als je gewoon met me zou leven, dan zijn dat dingen die je echt wel echt meemaakt. En ja, nou goed. Ik benijd mijn huisgenoten niet altijd. En aan de andere kant weet ik ook dat het is ook wel leuk. Ik zou denken dat het goud is, want never a dull moment met jou blijkbaar dan. Ah, oh, jawel. Ja, nee, ik kan ook heel goed gewoon een uur op de bank zitten en gewoon lekker niks doen. Het is niet dat ik ADHD, ik voel me geen Jochem Meijer of zo, dat ik denk, oh, mama, mogen we naar de BSO, want dan is het eindelijk rustig, weet je wel. Dat is niet bij ons zo, maar... Oké, nou, dat kader is ook geschetst. Ja. Mooi. Nee, dat hebben ze niet. Maar het is wel, ik denk dat het, als je me echt zou kennen, dan... Dan is dat het. En dat ik... nu denk ik dat iedereen dat weet als ze hier naar luisteren. Maar ik ben financieel echt heel chaotisch. En dat weet ik... Dat kan je zeggen, zeg maar. Maar je kan het ook echt weten. Als je mij kent, dan weet je dat echt van me, zeg maar. Ik ben daar niet altijd even eerlijk in. Naar mezelf toe ook niet. Dus dat is wel... Dat hoort daar ook bij, denk ik. Als je me echt kent, dan is dat er één. Ja. Ja. Nou ja, goed. Je kan zeggen, ik ben dat. En dan identificeer je ermee. En je kan ook zeggen, nou, ik heb nog een stukje skills te leren op het gebied van financiële management. Oh ja, oh, wacht even. Dat goed. Ja, ik maak er inderdaad een ik ben van. Ja. Nee, die neem ik dan terug. Je hoeft hem er niet uit te knippen, maar voor mezelf neem ik hem terug. Ja. Ja, nou ja, ja, toch. Ik denk dat het daar heel vaak ingewikkeld wordt. Omdat je dan dus identificeert met iets wat je in principe helemaal niet hoeft te zijn. Je kan ook gewoon, als je het irritant vindt, dan kan je ook besluiten van... Oh, dan moet daar dus even wat meer skills in ontwikkelen. Of gewoon hulp bij nemen dat iemand anders je helpt om de orde op te scheppen. Ik bedoel, kijk... Als je huis niet op orde kan krijgen, dan kan het heel nuttig zijn om even iemand in te huren. Zo'n opruimcoach, die zo even een Marie Kondo uitdaging aan je geeft van, does it spark joy? En als je geld sowieso denk, als je geld leuker gaat vinden, en als je
de game van het geld, hè, beter gaat voelen, dan ga je ook meer op orde krijgen. Want zo werkt dat nou eenmaal. Want je weet dan van, oh ja, ik moet even dit doen om dat te kunnen bereiken. En dan, ja, dan kan je gewoon in de identiteit stappen van iemand die gewoon supergoed snapt hoe geld werkt. Ja. Dat is het leuke. Dat is, ja. Mensen denken, oh, dat kan niet, ik ben nou eenmaal zo. Nee, dat is jouw eigen... hoe zou ik zeggen, kader wat je hebt opgeworpen. Ja. Dus dan kan je ook gewoon weer weghalen en zeggen van, nou, maar dan moet ik gewoon even iemand hebben die me daar een beetje bij helpt. Of dan moet ik het gewoon besluiten dat ik het anders ga zien. En dat lukt niet van de een op de andere dag. Maar het brein is rekbaar wat dat betreft. En die wired die in je hoofd zitten, die kan je, die lijntjes, die kunnen ook alle andere kanten op. Het is ongelooflijk, hè? Wat je met je brein echt zo... Dat is misschien nog wel een nog betere ontdekking ten opzichte van... Niet alleen geld, maar van alles. Dat je kan echt je brein trainen en wakker maken voor totaal andere dingen. Je kan echt dingen shiften gewoon. Ja, en jij als illustrator... Dus weet je kan die lijntjes, je kan gewoon andere... Je bepaalt gewoon zelf welk tekeningetje dat wordt. Ja. En ja, als je dat geëxperimenteerd hebt en je hebt daar ervaring mee van dat zo werkt, oh, wauw. Dat is wel echt interessant. En dan ga je gewoon kijken van, oh ja, maar hoe wil ik hier eigenlijk over denken? Oh, nou, dan moet ik het zo gaan aanpakken. Maar het is een proces, maar het is wel leuk. Ik vind het wel een leuk experiment. Ja. Ik doe dat inderdaad ook, soms denk van, hé, maar ik wil helemaal niet hier zo over nadenken. Ik wil hier anders over denken. Oké. Okay. En zodra je bewust wordt, dan kan je er iets mee doen. Ja. Dus dat is al stap 1. Nou ja, en dan. Dat is wel grappig wat je zei, want ik heb inderdaad een opruimcoach gevraagd een paar maanden geleden. Omdat ik dacht, nou ja, precies. Je loopt er gewoon tegenaan. Ik kijk nu naar de wand die eerst vol zooi was. En die is nu niet vol zooi, zeg maar. En ik heb gewoon. Maar de beste vraag die zij me stelde was: waarom tolereer je dit? Ja. En toen kwam ik met allemaal redenen waarom die rommel daar was gekomen. En waarom ze zegt, nee, zeg nog een keer. Zeg, waarom tolereer je dit? En die is echt blijven haken, die vraag. En diezelfde vraag pas ik nu bijna overal op toe. Dan denk ik, ja, waarom tolereer ik dit? Zeg ja. Maar, waarom... Ja. Ik denk, omdat je jezelf identificeert met... Ik ben chaotisch, ik ben een rommelkont, ik ben niet zo goed met geld, ik vind geld lastig. En dan tolereer je dat. Want als je iemand bent die een rommelkont is, dan tolereer je natuurlijk rommel. Want je gaat toch niet jezelf niet tolereren? Dat zou raar zijn. Dus op het moment dat je dus je gedrag niet tolereert... en het dus ook ziet als gedrag... en dus gewoon denkt van, ja, maar ik wil helemaal niet iemand zijn die dat heeft... Ik vind het lekker als alles een plek heeft in mijn huis. En ook in mijn administratie en in mijn business en in mijn leven en overal. Ja. Want je potloden wil je ook niet in 6000 laadjes. Als je wil gaan tekenen, dan wil je wel je dingen bij de hand hebben. Daar tolereer je het dus dan blijkbaar misschien wel niet in. Nee. En dan, omdat je het daar nodig hebt. Ja. En in andere dingen weer. Maar dat is dus het grappige, als je dan van een afstandje gaat... En dan heb je soms dus inderdaad iemand anders voor nodig... die dat dan even zo'n vraag stelt. Ja. En, want die vraag kan je jezelf niet stellen. Nee, en ook gewoon... het is precies wat je zegt... mijn potloden zijn op orde. Dat is gewoon... omdat je gewoon... dat vind ik belangrijk. Dus het is ook een toonbeeld van... blijkbaar vind ik dit belangrijk, zeg maar. En dat is... dus het gaat twee kanten op. Aan de ene kant kun je een soort besluiten... wat je belangrijk vindt... en daarmee aan de gang gaan... als dat op een of andere manier... Dat heb ik dus nu met financiën inderdaad. Dat je denkt, oké, ik weet dat het beter kan. En dat wil ik ook. Want het dient me niet meer. En dat gaan we veranderen. En aan de andere kant zegt het ook iets over... Hè, dus als je gewoon naar je rekening kijkt, waar gaat het geld naartoe? Zegt het ook gewoon over wat jij waardevol vindt, zeg maar. Ja. Dus dat is, ja. En dat is dus ook heel interessant. En je kan dus ook dan denken van ja, dus omdat je een rommelig huis hebt, vind je dus blijkbaar opruimen niet belangrijk. Maar dat is ook weer niet helemaal waar. Soms is het ook gewoon onkunde. Dan weet je gewoon niet hoe je het slim kan aanpakken. Dan heb je gewoon niet geleerd hoe je dat anders kan doen. Of dan heb je inderdaad nog een heleboel andere prioriteiten. Dan is het gewoon heel moeilijk om te kiezen wat dan de hoogste prioriteit heeft. En dat is...
dat is ook, dat is juist het hele interessante eraan. Want het is natuurlijk niet zo dat, dat een opgeruimd huis niet belangrijk zou kunnen zijn. Alleen, ja, en het hoeft ook niet. Het is wel, ik vind hem wel een interessante. Ik had daar net een gedachte over die ik nu weer vergeten ben. Dus ja, daar kan ik dan ook niks meer over zeggen. Maar het is wel grappig dat je dus inderdaad daar heel veel informatie uit kan halen in hoe je dat aanpakt. Maar op het moment dat je zeg maar een soort systeem voor de dingen gaat. Oh, dat wilde ik zeggen. Een systeem voor de dingen gaat maken die eigenlijk niet zo belangrijk voor je zijn. Zodat je gewoon weet van, oh ja, maar als dat een systeem heeft, dan hoef ik er ook niet veel aandacht aan te besteden. En dan kan je ook echt focussen op die dingen. Terwijl als je rommel in je bankrekening hebt en rommel in je huis en dingen, dan is het eigenlijk altijd een soort wolkje wat boven je hangt. En dan kijk je zo die kant op en dan denk je, oh, ik zou het eigenlijk moeten opruimen. Dan neemt het eigenlijk veel meer headspace in. Ja. Ja. Dus als je het zegt van, ik ga dat fixen, dan neemt het minder headspace in. En dan is er dus veel meer ruimte voor wat je belangrijk vindt. Dus eigenlijk is het precies tegenovergestelde, moet je doen van wat je doet. En dan heb je gewoon extreem veel ruimte voor belangrijke dingen in één keer. Dat is de funde van dat op die manier doen. Ja. Bedenk ik nu. Ja. Komt ook zomaar op. Maar ja, en dat is ook wel. Ik had er van de week nog over met iemand. En die zei, ja, moet ik dit nou doen? En het voelt goed of het voelt niet goed. Denk ik, ja. Je facturen invoeren of naar de sportschool gaan, dat voelt helemaal niet goed. Dat vind ik gewoon een irritant klusje. Maar ja, wat het teweeg brengt, voelt heerlijk, zeg maar. Dus en dat, ja, als je alles op gevoel doet, dan, en dat heb ik heel lang gedaan, dan mis je even die link van, nou, soms moet je even ergens doorheen om inderdaad in die ruimte te komen. Ruimte in tijd, in energie, weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar ja. Je kan nooit een compound effect, om het zo maar te zeggen, creëren als je niet ook verder kijkt. Want als je, kijk, nu heb je geen zin inderdaad om dat rondje te gaan lopen. Maar als jij elke dag een kwartiertje gaat wandelen, dan heb je op jaarbasis heb je echt wel betere fitheid. En dan is het super zonde als je niet nu bedenkt van, oh, maar als ik dat blijf doen, dan, ja. Als je elke dag €5 apart zou leggen, dan heb je gewoon op een jaar heb je gewoon geld. Ja. Maar je nu denk je van, ja, maar ja, dat kan nu niet. En dan ben je aan het denken van, ja, maar dat voelt nu niet goed. Ja, maar moet je eens voelen hoe het over een jaar voelt. Dan voelt het wel goed, hoor. Ja, ja. Ja, dat, ja, zeker. En dan moet je dan in voor oog blijven houden. Maar dat is ook denk ik wel iets van creatieve mensen. Dat ze niet zo heel erg in het algemeen dat best lastig vinden om lange termijn te kijken. Zou je denken? Ja, ik heb het zelf ook wel. Maar ik denk dan altijd van, ik heb daar een boek over gelezen, de compound effect heet dat. En dan gaat het over alle kleine dingetjes, de goede kleine dingetjes die elke dag optellen. Dus je kan natuurlijk 1 keer in de week naar de sportschool gaan, dan ben je hartstikke lekker bezig hoor, chapeau. Maar je kan eigenlijk beter elke dag iets doen. Dat is voor compound effect en voor, want het stapelt dan op. En dat maakt ook dat het makkelijker wordt. Omdat je niet hoeft te gaan denken van, oh, ga ik het wel doen, ga ik het niet doen, ga ik het wel doen. Nee, doe het gewoon. Ja. Het is gewoon onderdeel van je leven. Net als dat je je tanden meestal wel poetst. Je gaat ook niet zitten denken van, zal ik nou vanochtend nou wel of niet doen? Ga ik nou opstaan of ga ik nou niet op? Je gaat meestal wel opstaan, zeker als je kinderen hebt. En dan ga je niet over twijfelen. Dus je moet al die dingen die, waarvan je denkt van, oeh, dat moet ik aanleren. Die moet je eigenlijk een soort van, in een soort automatische piloot zien te krijgen. Ja. En dan koppel je ze aan iets wat je toch al doet. Ging ik dus bijvoorbeeld squats doen. Want ik wilde per se squats doen. Elke dag een paar squats. Ja. Want ik denk, ja, dat vind ik echt stom om te doen. Maar als je nu gaat zeggen van, nou, ik ga 's middags om 2 uur elke dag squatten, dan ga ik dat niet doen. Maar als ik dat koppel aan tandenpoetsen. Ja. Dan doe ik gewoon tijdens tandenpoetsen doe ik die squats. Ja. En dan hoef ik niet te denken van, oh, ga ik dat nou doen? Nee, want ik sta daar toch al. Dus dan. Ja. Zoiets van net de sportschoenen naast je bed zetten. Dus dat je in de eerste gewoon al in je sportschoenen zit. Dan heb je ze al aan. Ja, ja. Dan is de drempel om dan ook daar iets mee te gaan doen veel kleiner. Ja, ja. Ja, zo werkt het echt, ja. Ik heb toen ik corona had gehad, had ik zo'n brain fog, zeg maar. En toen ben ik de lessen van Jim Quick gaan luisteren op YouTube. En die had ook heel erg, wat je zegt, gewoon die gewoontes, die habits. En die zei ook inderdaad, koppel het aan iets wat je sowieso elke dag doet. Want dan wordt het een, ja, inderdaad een opstapeling. En dan wordt het echt een deel gewoon van je ritme. En
En dat, nou, dat heeft me zo geholpen. Ja. En ook gewoon dat je weet dat je hersenen, hè, heel die bullshit van dat je hersenen allemaal achteruit gaan. Denk ik, nou, van alles wat achteruit kan gaan, heb je over je hersenen tamelijk veel controle, zeg maar. Je kan echt dingen trainen. En je kan je lijf echt aan ongemak laten wennen. En dat nu ook met ondernemen denk ik, oké, nou, dan gaat dit even niet lekker. En punt, zeg maar. Denk ik, nou, dat gaat even niet lekker. En meer is het ook niet. Het is niet dat ik... ik denk wel dat dingen allemaal beter kunnen, maar... een jaar geleden was ik gewoon volledig in de stress geraakt. Dan dacht ik echt, oh, ik ben... En nu denk ik, nee, ik heb gewoon waarde te bieden. Ik weet alleen even niet hoe. Dat is, ja... Dat is ook de grootste uitdaging, denk ik, de vorm te vinden van hoe je het dan, hoe je je goud gaat delen. Dat Ja. is voor veel mensen. Maar het punt is dat ze heel vaak blijven hangen in van hoe moet ik het gaan aanpakken. En dat ze Ja. eigenlijk vergeet van waarom wilde ik het eigenlijk ook alweer. En als je vanuit die energie dingen doet, dan is het sowieso veel makkelijker. Want Ja. dan doe je het namelijk gewoon. Dan ga je ook niet twijfelen van, oh, zal ik het zo doen of zo doen? Dan doe je het gewoon. En dan merk je vanzelf al, oh, deze vorm. Oh, dat vind ik echt leuk om het op deze manier te doen. En dan ga je ook voelen van, het werkt. Dat is ook een energy game eigenlijk. Ja. Als je dan helemaal gaat zitten denken van, ja, maar het moet echt een programma zijn. En het moet dit. En dan wordt het een soort super ingewikkeld. Ja. Terwijl, ja, en daar zie ik ook best veel ondernemers gebeuren. Van dat ze gewoon helemaal vastkomen van, ja, welk aanbod moet ik geven? Ja. Terwijl ja, Ja, als daar je... ben ik nu ook een beetje mee aan het spelen. Bijvoorbeeld, ik heb er heel lang over gedaan om... In die zin is het een wonder dat ik hier zit, hoor. Dat ik dacht, mijn stemgeluid. Ik had echt ideeën erover dat mijn stem heel lelijk was. Ja, belachelijk. Want iedereen heeft gewoon een stem die perfect bij hem past. Dus dat klopt niet. Dat weet ik nu ook wel. Maar, echt hele lange reis daarin gemaakt. En nu... Ja, ik kun je me alles vragen. Dus ik dacht, ja, wat, inderdaad, precies dat moeilijk doen over, nou, wat ga ik doen en hoe ga ik het aanbieden? Ik denk, weet je wat? Ik heb een reis doorlopen. Ik ga er 3 video's van opnemen. Ik zet ze online. En toen ik ze online had gezet, dacht ik, oh, maar dit heeft helemaal niks met illustraties te maken. En toen dacht ik, laat het los, Elise. Dit heeft alles met jou te maken en wat je te bieden hebt. En iedereen die er voordeel uit kan halen, mooi meegenomen, zeg maar. En dat komt wel, of zo. Dat, ja. Maar als je die slag niet kan maken, dan wordt het zo gespannen. Dat is wel, ja. Ja. En het werkt dus niet. Als je de hele tijd allemaal dingen vast gaat zitten houden, heb je geen ruimte om te ontvangen. Dus kan je sowieso al niks. Dus nee. Dat is heel interessant hoe dat werkt. Maar heel veel mensen doen dat dan uit een soort krampachtigheid. Van, oh, maar het moet nu lukken. En zodra je, het is gewoon heel grappig. Zodra je het loslaat en er niet meer over nadenkt, komt het in één keer naar je toe. Ja. Nou, het is op zich, als je dat ook weer als een vriend ziet. Ja, ik bedoel, als jij de hele dag achter die vriend aanloopt van... Ja, gaan we nog afspreken? Gaan we nog dit? Gaan we dat? Die denkt ook, rot ze even gauw op. En op het moment dat jij zegt van, nou, je bent altijd welkom. Dan is, oh, ik heb vrijheid om zelf te kunnen bepalen of ik wel of niet naar je toe kom. Dan voelt dat in één keer heel anders. En dan denk je, oh, ik heb eigenlijk wel zin in. En dat ja, volgens mij... maar het is wel heel grappig dat het zo... dat je dan toch denkt van, ja, maar ik mag die loslaten. Want ja, ik wil het toch heel graag. Ja. Als je iets heel graag wil. En terwijl, ja, het is precies het tegenovergestelde van wat je zou moeten doen. Maar het is ook, ja, dat is ook een kwestie van ervaring, hoor, denk ik. Dat je gewoon daarmee experimenteert en dan ontdekt van, oh, hey, dit werkt wel. Ja. En het is ook niet zo dat er een regel is van, oh, het werkt voor iedereen precies hetzelfde. Want dat is ook niet waar. Want je neemt natuurlijk ook gewoon je persoonlijkheid mee. En, nou ja, en alles wat je geleerd hebt, daarover gesproken. Wat zie jij als een grote levensles voor jou? Een grote levensles. Zo, dat is een goede vraag. Zo'n mooi inzicht wat je hebt gekregen waarvan je zegt van, nou, kan ik wel eens delen. Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste nog niet zo lang geleden is gekomen eigenlijk. Want ik heb best wel lang op geestelijk vlak dat ik mezelf heb, nou, ontwikkeld. Ja, hoe heet dat? Dat je daarmee bezig bent geweest met geestelijke zaken. En
En dat ik pas sinds een paar jaar denk, oh, maar het is ook echt heel belangrijk dat het gewoon goed met me gaat. Gewoon, wat is er nou, wat wil ik nou echt? Hoe gaat het met mijn hart? Hoe gaat het met mijn financiën? Hoe gaat het met mijn huis? Hoe gaat het met mijn vriendschappen? Gewoon het hele pakket, het hele plaatje. Ja. Ja, leuk, ja. Nou ja, ja, dus dat je echt gewoon geest, ziel, lichaam, sociaal, financieel, dat het echt belangrijk is hoe het met je hart gaat. En dat je ook gewoon kan zitten met je shit. Dus ik was heel verdrietig om bepaalde dingen. En dat je gewoon op een gegeven moment gewoon denkt, oké, dan ga ik gewoon maar zitten met mijn verdriet. En ik ga het schrijven en ik ga er zelfs een soort van in hangen. Dus extra zielige muziek of extra zielige films. Ik denk, ik moet het gewoon kunnen voelen. En er dan doorheen. En niet leunen op goedkoop als het gaat om een goede therapeut. Om er doorheen te zeggen. Oh my god, goede hulpverleners zijn letterlijk en figuurlijk goud waard. Ja. Dat is echt fantastisch. Dus uiteindelijk een goede therapeute. En nou, toen was ik ook binnen een paar sessies, was ik gewoon door zoveel obstakels heen. Maar gewoon jezelf dat ook gunnen. En ik denk, oké, ja, dit is nu wat ik nodig heb. Dus dit is wat we nu gaan doen, zeg maar. Ja. Ja, ik denk dat dat de grootste, dat echt de grootste levensles is. Dat het niet alleen belangrijk is hoe het geestelijk met je gaat. In mijn geval vond ik dat jarenlang heel belangrijk. Maar je kan niet alles wegbidden en wegzweven, zeg maar. Je moet ook gewoon werken en je hart voelen. En ik denk dat dat ook wel een rode draad is bij illustratie. Als ik geen opdrachten heb, kom ik eigenlijk altijd weer uit op je hart, zeg maar. Wat is er in je hart? Hoeveel vreugde zit erin? En als het helemaal vol vreugde is, fantastisch. En is het dan echt vreugde of is het gewoon, heb je gewoon net een adrenalinekick gehad of zo, weet je? Of ben je gewoon net even verliefd geworden en zit je hormonen net in een leuk potje verzameld in je hart? Of ben je echt ten diepste vol met vreugde, zeg maar? En daar eerlijk over te zijn, dat is wel, dat zou echt heel fijn zijn als we met z'n allen daar niet even overheen rennen en gewoon denken: oh ja, gaat wel goed. Zo gaat het? Ja, oké. Okay. Ja. Oké. Nou, prima. Je wilt het duidelijk niet over hebben, of je weet niet eens dat je het erover kunt hebben of zo. Dat, ja. Mooi, ja. Ja. Het is me al opgevallen inderdaad in je op je Instagram dat er veel hartjes voorkomen. Ja. Dat is Ja. ja, dat is grappig dat je dat nu zegt en denk van, oh ja, dat heb ik gezien. Maar ja, dat is Ja. mooi. Ja, ik vind dat een mooi uitgangspunt en ook gewoon feel the feels inderdaad. Gewoon, weet je, niet erin blijven hangen, oneindig, maar wel gewoon als er iets te voelen valt, dat moet Ja. even erkend worden. En als dat dan Ja. erkend is, dan kan het ook weer weggaan. Ja, En herkennen en erkennen. Ja. dan, ja, en dan, Ja. en inderdaad, ja, goede therapie. Mensen schamen zich daarvoor. Ik snap daar helemaal niks van. Nee. Waarom zou je dat toch schamen omdat je goed advies vraagt? Dat is toch fantastisch juist. Zegt toch Ja. iets over hoeveel verantwoordelijkheid jij neemt voor je eigen geluk. Dat vind ik alleen maar enorm prijzenswaardig. En Ja. nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd nog wel een interessante zoektocht naar de juiste persoon voor jou dan. Hè, dat is Ja. bij, ja, ik bedoel, ik heb wat therapeuten versleten tussen aanhalingstekens. Dat je merkt van, oh, jij snapt mij echt helemaal niet. Maar dat is, ja, het is wel goud waard als je inderdaad gewoon met iemand goed gesprek kan voeren. En gewoon het beest in de bek durft te kijken ook op sommige momenten. Want ja, ik bedoel, die challenges zijn er nou eenmaal gewoon. En je kan wel denken van ik veeg alles onder het tapijt en ik doe gewoon net alsof er niks is. Ja, la-di-da, ja, alles gaat goed. Ja. Maar juist dat doorleven van die dingen, dat maakt dat je veel, ja, ik denk uiteindelijk veel gelukkiger mens bent. En dat heeft ook heel erg te maken met mijn volgende thema. Dat is een van mijn lievelingsthema's, veerkracht. Dus dat je, ja, dat is ook een soort training in veerkrachten. Als je dat leert van hoe je dat dan aan kan pakken. Hoe zie jij dat? Wat is voor jou veerkracht? Ja, ik denk dat dit wel een hele grote is, ja. Ja. Dus dat als je gewoon. Nou, bij mij echt het meest recente voorbeeld is de sportschool. Er kwamen echt gymtrauma's boven, want ik. Oh, man. Dat is echt.
echt helemaal, helemaal niet comfortabel om daar naartoe te gaan. En, maar dat ik dan gewoon dacht. En ik voelde me echt bang. Echt gewoon fysiek kreeg ik mijn ene been bijna niet voor de andere om daar naartoe te lopen. Maar ik wist gewoon dat het goed voor me was. In ieder geval om me op gang te helpen. Al is het alleen maar om te weten hoe ik een oefening moet doen, zeg maar. Zodat ik het later zelf kan doen. En ik dacht echt, oké, ik ben bang. En ik denk, nou ja, nou, ik ben bang. Ja, is het reëel? Sta ik hier bij een klif om eraf te gaan springen? Of nee, ik ga gewoon naar een sportschool, weet je wel. Dat is alles. Ik denk, oké, dus mijn angst is niet reëel. Maar ik voel hem wel. Ja, ik voel hem wel. Nou, dan ga ik bang. Ja, en als je het hebt over veerkracht, als je dat, en over dat je het spel kent, denk ik, oké, nou, het is gewoon even checken hoe reëel is die gedachte. Dan als je eruit komt dat het gewoon niet reëel is, want ja, je hoeft nergens bang voor te zijn. Het is een sportschool, als ergens je lijf niet stuk gaat, zeg maar, dan is het daar. Ga ja. ervoor, zeg maar, en dan maar... Ja, ik vind en het wel dat mooi helpt wat je wel. zegt. Ja, wat je zegt van, dan ga ik gewoon bang. Ja. Dat is een profound zinnetje wat je daar zegt. Maar echt, hè? Dan ga ik gewoon bang. Maar ga wel. Ja. En als ik er dan ben, dan merk ik wel, oh, bang was helemaal niet nodig. Ja, dat... Dat kwam nog wel wat boven, maar inderdaad, het is wel, het is inderdaad een oefening. Dus dat je, want die week daarop had ik hetzelfde. Maar toen had ik al de ervaring dat als je inderdaad gaat, nou, ik ben gewoon levend teruggekomen. Ik heb wel een week lang behoorlijk spierpijn gehad, dus dat dit is niet, dat was zeker niet comfortabel. Maar ik leef nog, dus. Het is op zich veilig om daar weer naartoe te gaan, zeg maar. Dus gewoon die hele, oké, welke gedachten zijn reëel? Nou, en is het goed voor je? Ja, het is goed voor me. Waar deed je het ook weer voor? Nou, zo, nou, en dan ga je weer. Ja, dus ja. Ja. Ook weer de bigger picture in je hoofd houden van, ja, maar jij, weet je, over 2 maanden, als ik dan terugkijk, dan ja. heb ik nog steeds spierpijn. Maar dan kan ik ook die spierpijn wel lief hebben, omdat je natuurlijk ook merkt van, ja, maar ik voel me wel beter. Ja. Dus dat is, maar dan, die ervaring moet je gewoon hebben. Dat is, Ja. dat is volgens mij met veerkracht sowieso. Dus als je denkt van, oh, komt niet meer goed, ja, dan is het super zwaar. Maar als je gewoon 1 keer ervaren hebt van, ja, zelfs als ik denk dat het niet goed komt, komt het toch daarna nog goed. Dus dan kan ik gewoon op vertrouwen van, dan komt dat het weer, een moment dat ik het anders voel. Komt ook weer een moment dat je niet bang bent. Dat je of de angst hebt overwonnen, of dat je gewoon kan zijn met de pijn. Ik bedoel, ik ga best wel regelmatig in een ijsbad. Ja, ik kan dat heel erg goed. Ja. Vind ik het heel leuk. Nee, ik vind vooral het effect leuk. Ja. Dus dan denk ik van, oh ja, maar straks, dan voel ik me weer super lekker. Dus daarom doe ik het dan. Terwijl ja. als ik het doe, denk ik, ja, waarom wou ik dat ook weer? Ja, ja, tuurlijk. Dus dat is heel grappig. Welke hoe gek werkt. Heeft bedacht dat dit goed voor je is. Zeg maar. Ja, dat denk ik. Dat kan een moment zijn. Dat heb ik nu niet meer, want ik heb het heel vaak gedaan. Maar je kan zo'n moment hebben. Toen ik uit een vliegtuig sprong, toen dacht ik eigenlijk vooral, dit is gaaf. Maar heel veel mensen die zeggen van, nou, ik ga niet uit een vliegtuig springen, want dat is het engste wat er is. Terwijl het grappige is dat het gevoel dat je uit een vliegtuig gesprongen bent, dat je aan het zweven bent, dat is het allergaafste gevoel wat er bestaat. Nou, dat zegt iedereen ook die het gedaan heeft. Die zeggen allemaal van, dat is fantastisch. Dus maar de angst, dus je hebt eigenlijk een angst voor iets wat fantastisch is. En als je het eenmaal ervaren hebt dat het zo is, dan kan je ook denken van, oh ja, maar je moet wel een traject daarvoor. En dat wordt volgens mij ook niet anders. Je blijft altijd wel een beetje denken van, oh ja, waarom wou ik dit dan ook alweer? Ja. Met het op het podium gaan staan is dat ook. Heel veel acteurs vinden het doodeng. Ja. Die denken van, waarom wilde ik dit ook alweer? Maar als je er staat, is het toch wel heel gaaf. Ja, en op een bepaalde manier ook wel, want dat heb ik dan een paar jaar geleden, had ik een bruiloft en er was een lied en ik dacht, dat wil ik gaan spelen. Ik speel gitaar en ik zing een beetje, maar zeker niet betaald. Het is gewoon amateur. Ik heb daar op zichzelf geen ambities in, alleen ik dacht toen heel erg, dat lied moet ik gaan zingen.
Maar die akkoorden waren hartstikke moeilijk voor mij. En het was echt een spannend lied, zeg maar. Dus nou, dat is weer zo'n ding waar je dan doorheen moet. Maar mijn wens om dat lied te brengen was groter dan mijn angst om daarin, nou ja, te falen, zeg maar. Dus op een gegeven moment heb je gewoon zoiets, ja, maar dit moet er gewoon uit. En dan ben je nog steeds wel bang. En dan, mijn stem was nog steeds bibberig. En ik miste 6 akkoorden die ik thuis nooit had gemist. Omdat je gewoon, nou ja, een bepaalde spanning hebt. Maar de emotie kwam over. Dus denk ik, ja, daarvoor deed ik het ook. Ja. En ja. En ik denk dat dat ook zo tof is aan inderdaad je doel voor ogen houden. Van waarom deed ik het? Ook als dat gewoon voor een fijn gevoel. Dat is ook een prima reden om iets te doen, denk ik. Maar dat je dat voor ogen hebt. En zeker in mijn business vind ik het echt heel lekker om te weten. Nou, om soms gewoon te denken aan het huisje in Zeeland, zeg maar. Dat ik hem gewoon even voor me zie. En echt niet de hele dag, maar gewoon dat je denkt: oh ja, dit wil ik voor mijn kinderen, dit wil ik als leefomgeving. En ja, en dan zal ik nou inderdaad een goede conditie moeten hebben om daar te komen. Dan zal ik inderdaad de administratie beter op orde moeten hebben dan dat ik het nu heb. Er zijn gewoon dingen die die je moet veranderen in je zijn. Hoe zeg ik dat? Veranderen Nou, in je zo zeg zijn, je dat heel goed. een stukje In je identiteit die zijn. je moet omarmen om daar te komen, zeg maar. Want anders klopt het niet. Ja, er zijn natuurlijk mensen die huisjes in Zeeland hebben. Dus dat kan gewoon. Dat is Ja. blijkbaar dus een haalbaar iets. Want als andere mensen dat kunnen hebben, dan kan jij dat dus dan ook. Ja. En je kan het zelfs, je hoeft niet eens al die middelen waarvan je denkt dat die nodig hebt, die heb je misschien niet eens nodig. Maar je moet wel geloven dat het voor jou ook mogelijk is om een huisje in Zeeland te hebben. Ja. Als je die shift niet kan maken, dat je denkt van dat is voor mij ook weggelegd. Net als dat je een succesvolle business. Er zijn allemaal mensen die een succesvolle business hebben. Waarom zou jij dan geen succesvolle business? Ben jij dan anders dan al die andere mensen? In principe niet. Nee. Maar jij hebt ergens een soort van stiekeme overtuiging, onbewust, bewust, nobody knows. Maar die zegt van ja, maar ja, maar ja. Dat is voor jou niet weggelegd. Terwijl ik denk van waarom dan niet? Die andere mensen, er zijn ook heel veel mensen die komen ook van ver. Die hebben ook allemaal shit meegemaakt, maar die kunnen het wel. Wat is dan bij hun anders dan bij jou? Nou, Ja. dat ze dus niet hun identiteit af laten hangen van al die shit die ze mee hebben gemaakt. Dat ze niet Ja. denken dat ze daarom iets niet zouden kunnen krijgen of mogen hebben. Alleen het feit al dat ze het willen, dat maakt al dat ze er recht op hebben. En dan, en ja, ik denk dat dat wel, als je die shift kan maken, dan heb je wel echt, nou, dat is goud, denk ik. Ja, En dan zie je zeker. jezelf gewoon in een, ja, mijn ouders, die hebben ook een huis in Zeeland. Ja, die wilden dat ook. Die liepen daar door de straat en die hadden zoiets van, oh, wij willen hier wonen. Was meteen geregeld, volgende dag hadden ze thuis. Want als je iets echt wil, dan kan het gewoon. Ja, Zeker. superleuk. Hey, Ja. laatste vraag. Of één na laatste vraag. Wat lees, kijk en luister jij op dit moment? Oké. Wat ik lees, niet echt een leesboek, meer een studieboek, boek van Michael Pilacik. Die heb ik gewonnen. Dat vind ik sowieso, dat is wel een tof verhaal op zichzelf. Maar goed, dus daar ben ik nu in bezig. Master your mindset of welke of een andere? Ja, Master Your Mindset. Ja. Ik had het boek al een tijdje op mijn lijstje staan, stond al bij bol.com in mijn karretje. En ik dacht, nou, eerst volgende keer dat ik boeken ga bestellen, dan doe ik die. Nou, ik had er een stuk of 7 staan. En deze stond ertussen. En toen kwam er ineens een prijsvraag. Oh nee, ik doe een paar gesigneerde boeken weg. En ik dacht, oh, dat is interessant, want die stond precies op mijn lijstje. En toen dacht ik, er was ooit een tijd dat ik heel veel dingen won. Gewoon dat ik dat aantrok. Ik dacht, laat ik die Elise eens even wakker maken. Dus ik denk, dan weet je wat? Gaan we eens kijken of ik dat trucje weer soort kan herbeleven. Want dat ben ik echt kwijtgeraakt. Door welke reden dan ook. Dat is een ander verhaal. Maar ik dacht, ik ga er weer eens even wakker maken. Dus nou, lang verhaal kort. Door een roosje is wakker gemaakt. En ik kreeg dat boek. Ja, dus dat is wel leuk. Ja, dat is heel tof. Ja, dat is op zichzelf al een mooie doorbraak geweest. En dus dat lees ik. En waar luister ik naar?
De laatste podcast die ik heb geluisterd, was er een van Kim de Graven. Die is, en die had een interview met een miljonair, vrouw, die zelf ook gewoon nou, een soort van uit de kast is gekomen van nou, ik ben een vrouw en ik ben miljonair, zeg maar. En ik vond dat een heel mooi gesprek was dat. Ook een heel liefdevol gesprek, heel zacht. En ik dacht, oh, wat fijn dat dit soort gesprekken bestaan gewoon. En ja, waar kijk ik naar? Niet heel spe. Ik heb nu geen serie die ik volg, of ik volg ook niet heel veel series, maar ik kijk online wel vaak naar interviews. Ja, gesprekken vind ik heerlijk. Ja. Ja. Toch, Vooral kijken met wat. acteurs eigenlijk. Ja, misschien kijken we wel tekenfilms. Nee hoor. Ja, ook. Ja, met mijn kinderen kijk ik wel naar tekenfilms, inderdaad. En dan kijk ik, ik kan niet normaal naar tekenfilms kijken. Ik zit altijd te luisteren naar, oké, wie spreekt de stemmetjes in? Vind ik het een mooie stem? Vind ik het passen? Hoe is die animatie gemaakt? Hoe is de belichting? Hoe is de schaduw? Ik zit altijd technisch te kijken naar de making-of. Ja, Ja, oh, vind ik heel leuk. herkenbaar. Ja. Ik ben film- en televisiewetenschapper. Ik heb echt gewoon jarenlang geen films kunnen kijken zonder te kijken van, oh, grappig. Oh, dat standpunt. Ja. Zo. Ja. Nee, dat is wel. Nou, ik kan ook wel gewoon de knop omzetten, hoor, merk ik. En dan kan ik gewoon meehuilen met een. Al is het een aflevering van de Snorkels, zeg maar. Dat is een beetje onze generatie, maar goed, je weet hoe ik Nee, dat is niet wat. ja. Dan, en het is zielig, dan kan ik echt gewoon wel mee janken, zeg maar. Dus als het maar goed geregisseerd is, dan mag je. Ik laat me wel meevoeren. Dat kan ik ook. Maar als een animatie voor de zesde keer wordt opgezet thuis, dan ben ik er wel. Ja, dan ga ik ook wel technisch kijken. Ja. Ja. Nee, ik heb het gelukkig afgeleerd. Ja. Ik vond het echt onhandig dat ik dat had. En nu kan ik ook gewoon. Ik heb laatst die tekenfilm gezien van de jongen, de mol en de Ja, vos. ja, Wauw. ja. Heel mooi. Ja, Heel ik mooi. durfde hem niet te kijken. Nee? Nee, ik heb het boek verslonden meerdere keren. En dit is het deel waarbij ik denk, oh, ik weet niet of mijn fantasie verknald wordt, zeg maar. Omdat ik me Oh, zo, ik werd ja. zo in die tekeningen gezogen. En ik zag die animaties voorbij komen en ik dacht, oh, wat tof. Hij is ook echt een voorbeeld voor me, maar ik was gewoon bang dat de animaties een soort van mijn fantasie daarover zouden verminderen Ja, of zo. dan moet je gewoon even Ja. tijd eroverheen laten gaan. Ja, dus ik heb hem heel bewust Ja. nog niet gekeken, terwijl ik wel heel, ik vind het prachtig. Ik vind het echt prachtwerk. Ja, ik dacht al wel, dat Zo. zou je vast wel mooi vinden. Ja, Ja. maar goed, leuk, inspirerend. Heb jij ook nog een tip of een advies of een mooie quote die je mee wil geven aan de luisteraars? Oh. Nou ja, nu uit dit gesprek denk ik inderdaad. Check elke dag even je hart. Ja. Doe het echt. Ik heb in de badkamer, we hebben best een grote spiegel. En daar heb ik al jaren op staan. Hoe gaat het met je hart? Gewoon inderdaad tijdens het tandenpoetsen. En het is echt de ene keer sta je er bewust bij stil en de andere keer niet. Maar gewoon check het even. Ja. En als er wat is, doe er wat mee. Ga ermee zitten. Ga het uitjanken, uitdansen, weet ik veel. Zoek een therapeut. Maakt niet uit. Doe wat. Ja, doe er wat mee, zeg maar. Ja, precies. Ja. En het lastige vind ik, nu ik dit zeg, denk ik, waarschijnlijk zijn de mensen die hiernaar luisteren, sowieso mensen die weten dat dit belangrijk kan zijn. Maar toch, je kan het zo snel vergeten wat belangrijk is. Ja. Nee, En gewoon. reminders zijn altijd goed hoor. Ja. En ik denk dat niet heel veel mensen de gewoonte hebben om elke dag even in te checken bij zichzelf. Nee. En ik denk dat dat een hele mooie gewoonte is om te hebben. Ja. En je kan hem ook. Ja, sommige mensen doen wel bijvoorbeeld dankbaarheid. Hè, waar ben ik dankbaar voor? Het heeft natuurlijk ook te maken met je hart, maar dat is toch weer Ja. anders. Dus leuk, mooie tip. Ja. Nou, dan is het ook nog even belangrijk natuurlijk, waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, ik ben het meest actief op Instagram, omdat ik vind het echt een heerlijke plek om online te vertoeven. Ja. En ja, lekkere combinatie beeld en tekst en quotes. En dus eigenlijk zou ik zeggen, vind me daar. En als je contact wil, is dat ook de snelste en makkelijkste manier. Dus visualiseren. En als je daarop zoekt op Instagram, dus niet visualiseren, maar visualiseren, want er zit Elise erin verwerkt. En nou goed, dat. Ja, Ja. tof. Nou, we zetten de links ook in de show notes, dus Ja. dat komt helemaal goed. Hey Ja. Elise, dank je wel voor dit gesprek. Ja. Superleuk om jou te leren kennen. En tof Ja, dat jij je goud deelt. insgelijks. Dus ja, daarmee ronden we hem af. En dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno met een T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.